In deze Talent Academy videotip ga ik met Illustrator aan de slag om uitgebreide vormgeving en effecten toe te passen met het Appearance paneel op een zodanige manier dat de tekst toch aanpasbaar blijft. Kijk maar mee. Op mijn scherm zie je een artboard met een stukje tekst tegen een gelokte achtergrond. We halen even het vormgevings- of appearance-paneel erbij via Window, Appearance en dan opent zich het paneeltje waar we vandaag in gaan werken. Met dit paneeltje kan je meerdere strokes en fills gaan toepassen, als ook de dekking of opaciteit van deze opbouwende elementen wijzigen. Of de dekking of opaciteit van het geheel. Daarnaast kan je effecten toepassen of toegepaste effecten gaan wijzigen. Om aan de slag te gaan met tekst in Illustrator zijn er twee manieren om je tekst te selecteren. Je kan de Type Tool gebruiken, dan werk je op character niveau. Maar vandaag gaan we het character niveau overschrijden en selecteren met de gewone selectietool. En dan werken we op type niveau, wat eigenlijk de characterwaardes zal overschrijven. Dus ik zal dat even tonen. Als ik een witte fill toepas, dan overschrijft deze eigenlijk de zwarte fill die reeds aanwezig was. Als ik op deze fill nu een stroke toepas, van bijvoorbeeld 60 punt, dan zal je zien dat deze in dit geval mijn fill gaat afdekken. En als ik stroke opties open, dan kan ik deze strook bij de align-opties enkel gecentreerd op de vector positioneren. En niet op de binnenkant of de buitenkant gaan positioneren, wat Illustrator op je objectniveau wel kan, maar op tekstniveau dus niet. Dus wat kan ik doen om dit op te lossen? Het Appearance-paneel werkt met een stapelvolgorde. Dat is zoals de lage volgorde in het lage paneel. Als ik de strook onder de fill sleep, dan wordt het effect, de strook onder de fill gepositioneerd en is de tekst wel weer mooi leesbaar. Als ik nu bijvoorbeeld een tweede fill zou toepassen op deze fill, ik ken er een lineaire gradient aan toe. Ik ga hem even 90 graden draaien voor een mooi kleurverloop van boven licht naar onder donkerder. Dan zal je zien dat deze in het lage paneel de onderliggende fill ook volledig afdekt. Maar ik kan er ook mee gaan spelen door bijvoorbeeld transformatie-effecten of offset-paths op te gaan toepassen. Met een offset-path ga ik de bovenliggende fill bijvoorbeeld 5 punt kleiner maken. En met een transformatie kan ik deze dan weer gaan verplaatsen en dan krijgen we een speels effectje. Okay. Naast meerdere fills kan ik bijvoorbeeld ook extra strokes gaan toepassen. Als ik boven deze strook een tweede strook ga toevoegen en ik maak deze bijvoorbeeld wit, dan kan ik daar weer mee gaan spelen door die smaller te maken. Nu valt mijn witte fill weg tegen deze witte strook. Dus wat ga ik daaraan doen om die er weer te doen uitkomen? Kan ik bijvoorbeeld op deze fill een drop shadow gaan toepassen, wat dat ook meer diepte gaat geven in het geheel. Ik ga deze iets minder hard rood zetten en in een lichtere kleur, zo. En dan zie je dat dit eigenlijk een soort dieptewerking gaat geven in het geheel. Dus naast deze strook ga ik bijvoorbeeld nog een strook kunnen toevoegen. Je kan echt daar heel erg ver in gaan. Als ik bijvoorbeeld nu kies voor een donkerdere kleur en ik ga weer spelen met mijn transformatie-effecten, dan kan ik bijvoorbeeld ook een verschaling toepassen. In dit geval hou ik het minimaal en kies ik voor 99,5%, 99,5% verkleinen. Daar ga je nog niets van zien. En ik ga deze met 2 pixels verschuiven.
Maar wat kan ik nu doen? Ik kan daar ook een veelvoud van kopieën van gaan maken. En dan zie je eigenlijk de transformatie gebeuren. En dit geeft eigenlijk ook een heel leuk effect. Daarnaast kan ik nu op het geheel ook een effect gaan toepassen. Let op, want het is wel belangrijk als je nu op het geheel gaat werken, dat je dit in het appearance paneel niet helemaal bovenaan gaat doen. Je kan wel type niveau gaan selecteren. En als je nu het effect gaat toepassen, met stylize, drop shadow. En ik ga nu wel kiezen voor een donkerdere kleur. En een iets groter effect. Dan zal je zien dat dit helemaal onderaan gepositioneerd wordt en eigenlijk van toegepast wordt op alles dat er boven ligt. Dus, Oké, als je tevreden bent van je effect en je wilt dit op andere elementen gaan toepassen, dan kan je er ook een graphic style of een grafische stijl van gaan maken. Daarvoor open je het graphic styles paneeltje. Dit kan ook via window graphic styles. En je maakt er eigenlijk een stijl van, heel eenvoudig door op het plusje te klikken. Je kan het ook een naam geven. Als ik hem bijvoorbeeld speeltijd noem. Voilà. Dan is het speeltijd. Dus al deze vormgevingseigenschappen zijn nu toegepast als grafische stijl genaamd speeltijd. Wat is het grote voordeel van op deze manier te gaan werken als mijn tekst op een bepaald moment zou wijzigen? Dan blijven deze effecten toegepast. Ga ik nieuwe objecten tekenen? Dan kan ik ook de grafische stijl daarop gaan toepassen. Als ik bijvoorbeeld met de blobbrush een vectorpad zou tekenen als lijntje onderaan, dan kan ik ook daar deze effecten op toepassen. Dus deze zijn eigenlijk toepasbaar op zowel tekst als vectorelementen. Wat is nu één ding om rekening mee te houden als je op deze manier gaat werken? Je zal zien dat als je de tekst gaat wijzigen, bijvoorbeeld de puntgrootte, als je zegt ja, ik ga het op 250 punten zetten, dan zal je zien dat effecten, ongeacht dat je het verkleind hebt, even groot toegepast blijven. Om dat te vermijden, als je bijvoorbeeld proportioneel wilt gaan verschalen, is het belangrijk om rekening te houden met de transformatieopties die je in je preferences actief hebt. Deze kan je heel makkelijk oproepen door met je zwarte bord op je canvas te klikken en niks geselecteerd te hebben, kun je in het properties paneel hier spelen met de scale, stroke en effects. Dus in dit geval zijn die uitgeschakeld. Dus als ik dit ga wijzigen, blijven mijn strokes en effecten ongewijzigd. Dus die blijven eigenlijk even groot toegepast. Maar als ik deze functie activeer, en ik ga nu hetzelfde doen, dan zal je zien dat die eigenlijk proportioneel mee gaan schalen. Dus dat is wel iets om in het achterhoofd te houden. Als je daarmee aan de slag gaat, wil je deze proportioneel mee verschalen met de elementen waar je ze op hebt toegepast. Hou er dan rekening mee dat het al dan niet aangevinkt staat van scale, stroke en effects in de preferences meespelen hoe Illustrator met de effecten gaat omgaan. Dus, wil je leuke effecten en stijlen gaan toepassen op tekst in Illustrator? Haal dan zeker het Appearance paneel erbij. Wil je die daarna nog toepassen op andere elementen? Maak er dan beslist een grafische stijl van. Wil je nog meer te weten komen over creatieve technieken in Illustrator? Check dan zeker de opleidingskalender van de Talent Academy.